Ik kom net in mijn hotelkamer en het is heel vet. Kijk. Zo lekker. Vegan. En glutenvrij broodje. Lekker? Ja, ik hoop het. Het ruikt goed. Het ruikt pittig. Ja, het ruikt lekker. Vanuit Puma hebben wij in ieder geval... Puma is een super grote eer om heel veel dames hier te mogen hebben. Het gaat snel, hè? Maar dat doet het wel goed of zo. Ja, dan ben je wel aan het ontspannen. Wat vonden jullie? Nee, maar dan was het toch een beetje te moe naast, vond ik. Ik wil eigenlijk nog een keer. En dan gewoon... Ja, ik vond het ook... Zal ik de volgende les geven? Ja! Nee, dat is jullie bedoel. Dat zijn jullie toch? Ja! Nou, kom. Nee. Ik heb me dus even mega snel soort van opgefrist. En ik heb mijn jurkje aangetrokken. En ja, nu gaan we naar een shoot. Dus ik ben benieuwd. We gaan lekker shooten. Allebei. Hoi. Van, hoe heet het? Van Curly, ja, Curly. Mooie bril zo. Ja, vet shit toch? Acne. Lekker bitches. Lekker biba. Yes. Hij loopt dus ook wijd uit, die lijpen. En dan heb ik mijn Puma's eronder, zeg maar. Voor het feest vanavond. Echt moe. We zijn dus ik was om 4 uur opgestaan. En toen gevlogen naar Londen. En toen gelijk door naar
naar het sporten. En toen hebben we echt lang gesport en meditatie gedaan. Super lekker. En daarna nog een fotoshoot. Dus super leuk allemaal. En ik ben alleen kapot. Gewoon. Dus ik ga denk ik vanavond slapen als een baby. Na het feest. Ik heb dus eerst zo een diner beneden in het hotel. Dus dat is wel chill. En dan gaan we feesten. Dus super veel zin in. In Londen. We gaan zo naar ontbijt en dan moet ik weer terug naar Amsterdam. Oké, we gaan zo weer. Heel bijzonder. Wat vind je daarvan? Hey, ik vond het echt ziek leuk. Ziek leuk. Gewoon gezellig, super leuk gevoel. Ik vind wel dat je moet gaan vloggen. Je kan het heel goed. Ja. Vraag het even aan jouw volgers. Moet je gaan vloggen of niet? Ik denk na. Lizzie, hou het maar bij je foto's. Goedemorgen. Gisteren was mijn telefoon uitgevallen, want mijn batterij was leeg. Ik ben ondertussen nu wel al in Rotterdam. En net wakker. Lekker gedoucht. Weer helemaal fris. Maar het was super leuk in Londen. Ik heb me echt zo vermaakt. Het was zo cool. Hele leuke mensen. En ja, ik ben ook gek op Puma gewoon. Dus die schoenen zijn allemaal super vet. Ja, en nu in Rotterdam. Ik had gisteren echt geen stem meer op. Dus maar beter dat ik niet ging vloggen. En vanochtend was het ook een beetje weg. Maar nu komt hij weer langzaam terug. Maar ja. Maar we gaan nu naar het nieuwe huis. En gaan we. Oh ja, het bed komt binnen vandaag als het goed is. En het matras. En dat soort dingetjes. Dus super leuk. Ik hoop dat het snel binnen is. Want het is levertijd tussen 12 en 6. Dus je weet eigenlijk nooit. Maar goed. En dan misschien kunnen we dan vanavond daar al slapen. En dan is misschien morgen. Daar komt mijn vriendje. Zo, we zijn net in ons huisje aangekomen. Het is heel mooi. In ieder geval, de muur is weer wit. Nog een keertje. En ons washokje. De extra koelkastje. Oh my god, we hebben een supersonische waterkoker. Het is ook al super leuke wasmanden. Zo leuk. En badmatje. Vet leuk. Van H&M. Hoi, kijk hoe klein ik ben bij jou. Je stuurt het de helft van mijn hoofd erop. De helft. Zo dan? Ja, dat is beter. Wij gaan even naar de H&M, want ik ben dus ondergoed vergeten. Dus ik moet nu ondergoed gaan kopen. Geen probleem. Hij vindt geen probleem, maar ik wel. Dus, dat gaan we nu kopen. En voor de rest hebben we een hele leuke dingetje bij de Action gekocht. Superleuk. En en bed is binnen, maar we hebben geen zin om in elkaar te zetten. Dus dat wordt niet vandaag. Ik thuis slapen. Oké, doei. En wat gaan we eten voor het eten? Tak. Friet. Ram. Heel lekker. Het is echt fucking lekker weer. Oh, de radio is nog aan. Het is echt zo lekker weer. En we gaan nu weer naar het huis. Het bed in elkaar zetten. Dat gaan we deze manier doen. En mijn stem is gewoon weer pleiten. Super top. En maar goed, we gaan lekker genieten van dit weer vandaag. Help, mijn man is klusser. Als je dit kan je alles, schat. We hebben het IKEA-bed in elkaar zetten. Vind je geen goed idee? Nee, ook om mijn knieën werken. Ik kan beter aan de vrouw overlaten. Jee, hij staat. Hoe blij ben je? Fucking blij. Het is ons gelukt. Wij zijn het. IKEA-bed in elkaar gezet. Dat is wel echt een relatietest 4.0. Ja, goed. Daar geslaagd. Goedemorgen. Mijn stem is dus nog steeds weg. Dus het vloggen is niet echt een succes nu.
Ja, ik moet dus zo naar school. En daarna heb ik een shoot voor Yoga School Noord. Verder. Ik ga samen met mijn beste vriendin trouwens die shoot doen. Dus we gaan ook samen lekker eten en zo. Dus dat is super leuk. Mijn kamer is echt een mega bende. Het is echt niet te doen. Kijk even. Kom, ik ben echt amper thuis. Dus ik gooi elke keer alles. Hi. Alles op de grond. Waardoor het echt een troep is. Wij zijn nu aan het fotoshooten bij Yoga School Noord. En het is hier super mooi. Kijk, lekker licht. Hey! Nou, wij hebben net onze shoot gehad bij Yoga School Noord en het was zo leuk! Het was heel leuk, was echt heel erg gelachen ook. Ja, en we hebben het gedaan en we hebben één goede foto. Nee, nee, maar eentje samen, die is wel echt top. Die is heel leuk, ja. Maar goed, die op mijn knieën gaan lopen. Ja. Zullen we gaan kruipen? Hallo, dit is mijn kind. Ja, maar goed, ik moet dadelijk mijn beste vriendin gaan missen, want ze gaat gewoon 1,5 maand naar Thailand. Ja. Ik vind het balen. Ietsje langer nog? Ja. Oh nee. Ja. Dus dat wordt jouw missen heel lang. Ja, dat wordt ook moeilijk voor mij hoor. Ja, dat snap ik. Zo lang missen. Ja. En, zand, bikini. Kijk uit dat we niet onder de auto gaan. Ik ben helemaal niet meer weg. Hey! Hey! It's your moment of fame. Welcome to my street. Wat ben je aan het maken? Ik ben... Of nou ja, waar ben je mee bezig? Want we weten stiekem al wat je gaat maken. Ja, ik ben een... Ik ga eerst de knoflook bakken met de courgette. Dus die gaat erbij. Het ruikt echt wel heel lekker, dat is die knoflook ja, natuurlijk. Ja, dat is knoflook. I love Heerlijk. It. En ja... Okay. Dat kan lekker bakken met elkaar. Everyday must Dat ziet er lekker uit. Wat zit er nu in deze pan? In deze pan zit knoflook met courgette, wortel, tomaat en... Ik maak echt te veel reclame voor Albert Heijn, terwijl ik word niet gesponsord. Maar deze pesto, rode pesto, die is dus zonder arrabbiata. Hij stelt niet scherp erop. Zonder melk, zonder gluten. Troep. Super lekker. Ja, gluten en melk. Die roep er dus doorheen. Ja, en dat... en dan... Oh, die heb ik bijna weggegooid. Linspasta. Ook van ja, dus dan als die klaar is, gaat hij hier doorheen. Dan kom je spinazie onder en voilà. Ja. Nou, eet smakelijk. Morgenmiddag bijna al. Ik ben helemaal vergeten te vloggen. Mijn stem is nog lekker hees. Ik ben echt super verkouden. Dus een beetje ziekjes eigenlijk. Maar goed, ik ben vanochtend 7:30 wel een yogales gaan doen. Dus het is nu 11:30. En ik ben een soep aan het eten. Want ik had honger. Ik moet echt gewoon de hele dag eventjes hier aan zitten van mezelf. En ja. Dus dat. Dus niet zoveel bijzonders vandaag. Goedemorgen. Ik voel me vandaag een stuk beter. Mijn stem is nog steeds een beetje hees. Maar het is vandaag woensdag. En vandaag ga ik stemmen. Ik ga stemmen op Partij van de Dieren. Voor degene die dat afvroegen. Ik twijfel heel erg tussen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Omdat GroenLinks hoger staat. Maar ja, ik weet niet. Ik ga gewoon lekker voor Partij van de Dieren. Ik ben het gewoon erg met hun eens.
Verder bedacht ik me dat ik nog heel veel dingen niet had laten zien. Ik heb natuurlijk bij het event van Puma heb ik leuke Puma's gekregen. Ik heb deze gekregen. Superleuk. Echt lekker zomers. I love them. En voor het sporten kreeg ik nog deze erbij. Die vind ik ook super cool. Ik hou van zwarte sneakers. Zeker met sporten. Gewoon chill. Dus dat. En ik kreeg nog een leuk pakketje binnen van Kiehl's. Kiehl's is echt mijn lievelingsmerk qua, hoe heet dat, cosmetica. Met kerst ben ik bij hun geweest. En ik heb een consult gehad voor mijn huid. En toen heb ik allemaal producten meegekregen. En die heb ik dus uitgeprobeerd. En mijn huid is echt zoveel verbeterd. Ik ben zo dankbaar. En ik kreeg dus gisteren een pakketje van ze gestuurd. Met een nieuwe hydraterend masker. Die is super fijn. Met calendula en aloe vera. Nou, in ieder geval super fijn. En een soort van skin renewing cream. Ook heel chill. En cleansing oil. Die had ik al in een tester. En ik vond hem heel fijn. Dus super chill dat ik die nu ook heb. Dus dankjewel Kiehl. Super fijn. Dus dat. En ik heb zo nog een meeting bij de Pelican Studio. Samen met Farah ga ik daarheen. Dus dat is super gezellig. Dan zal ik jullie wel even meenemen. Mijn vlog wordt wel heel erg lang. Dus ik ga hem daarna ook gewoon afsluiten. En met mijn nieuwe vlog beginnen. Sluiten. Het was een super drukke, maar wel super leuke week. Ik hoop dat jullie het ook allemaal heel erg leuk vonden. En als je de video leuk vindt, een duimpje omhoog. Je kunt je abonneren. Het zou super leuk zijn. En bedankt voor het kijken en tot volgende week.